Met nog maar 3 dagen tot de bruiloft zijn er nog een aantal belangrijke zaken af te tikken. Een gesprek met de trouwambtenaar bijvoorbeeld. Zangeres Antje Montero heeft de eer om Andy en Melissa in de echt te mogen verbinden. En zij staat over een paar minuten op de stoep. Andy ligt al in de starthouding. Maar Melissa is in geen velden of wegen te bekennen. Ja, Andy. Ja, ben je onderweg? Ja, ben ik weg. Ja, want je moet op tijd zijn, hè? Ja, ik ben onderweg. Ik word al helemaal gek. Ik heb ook al pijn. Ja, maar je wist dat je om 2 een afspraak had. Dan moet je gewoon om 2 uur zijn. Ja, maar als het komt, je hebt zo een afspraak, hè? Moet ik al zeggen, sorry, ik moet gaan. Nee, dan moet je iemand anders laten doen. Daar moet je geen 2 afspraken maken. Ik ben er al 2. Dan zet je hem op te jagen, man. We hebben het dood hebben of zo. Nou, schiet hem maar op. Melissa, die kijkt niet zo nauw, weet je. Die is echt van, nou ja, dat komt wel. Dan ben ik een half uur later, maak het uit. Nou, dat irriteert mij gewoon. Dus ik had hier een afspraak en ik denk van, nou, Antje komt zo en dan zit ik alleen hier. Met Antje. Wie weet wat er kan gebeuren. Ja. Hè? Huh? Laat ik maak Antje vakantje.